We hebben regelmatig contact al 20, 25 jaar lang. En toen afgelopen maandag dacht ik van, oh, het zou geweldig zijn als er op de open dag van die zou komen. Geweldig. When Hank called, can you come? I said, I have to check my schedule. So all been arranged. I'm happy to be here. Thank you, Hank, very much. And all the sponsors, FC Groningen and all the fans. Woensdag hebben we de tickets geboekt en gekocht. En toen zijn ze gelukkig vrijdag op de vliegtuig gestapt. En ze zijn gisteren aangekomen, zaterdagavond. The weather is getting cool. And I don't know whether I can stand in winter. ...27 jaar geleden kwam de toen 21-jarige Fandi Ahmad vanuit Singapore naar Nederland... ...om bij FC Groningen te gaan voetballen. Hij stond bekend als de Cruijff van het Oosten. 22 jaar na zijn vertrek is de parel van Maleisië even terug in Groningen. Weet je wel dat je trainer wil worden bij FC Groningen? Ja. Oh ja, trainer. En ik ben Hans Duin aan het praten, Fandi wil iemand trainer worden. En dan zei van, zo vroeg hij dan, wat moet je verdienen? Ja? Ik zeg, zoveel. Hij zei, dat is een keer zoveel als Ron Jans, zei hij. Eerlijk, maar dat was een keer zoveel als Jans. Dus dat was toen even jammer, dat was even pech. Maar we gaan even rustig kijken, tranquilo, alles even rustig bekijken. Wat Hallo, Ibu, apa kabar? Aduh, lama tidak ketemu. Berapa lebih tahun, Ibu? Sehat? 25? Bapak sudah 25. Ini anak ini? Iya. Ini siapa? Ini Oma, ya? Ini Oma. Ini siapa namanya? Iksan, Irfan. Irfan, ya? Iya, sendiri sini, ya? Sendiri. Taruh ini, Pak. Hoe is het om Fandi weer te zien? Oh, hartstikke leuk, ja. Na zoveel jaren. Hoe was hij toen? Toen was hij nog een kleine jongen, hè. Ja. Hij was een kleine jongen nog in de Marstraat. Hè? Ja, echt waar. Ja, nog moederskindje. Toen was hij nog moederskindje. Nu is hij al 6 kinderen. 6 kinderen, ja? 5. 5, oh. 6 komt eraan. Oh, kom. The last time I saw her during... Pasura passed away, I saw at the airport when they're coming back to Indonesia or Singapore. Oh yeah? When was that then, Fandi? 25 years ago. Oh yeah? Yeah. Go, chef. What's that you feel, eh? Here we come! And you go to the right. Okay. Oh, that's a lekker zo. Zeeuw, zeeuw. Hij was sneller, jongen. Hey. Heb je voetbalschoen erin, van in je tas? Oh, Tour de France, ja. Handen uitsteken voor de politie, hè? Zo, oké. Ja, ja. Thanks you. No, it wasn't here. It was here, the big stadium of Groningen.
And here you score your goal against Inter Milan. Here, this place. This is a stadium. It was a stadium. Yeah, it was a stadium. So, oh god, only grass and buildings. This part of the whole complex. Yeah. Amazing, yeah. And it felt so. Well, 5 years ago they demolished it. Yeah, yeah, five years ago. Yeah. Sad. Yeah, verdrietig? Because all... Ja, goede herinneringen. Because don't have any signs. All Oosterparks stadion, maybe. I thought they have something here. Yeah. But the streets of the names of the streets are all players. Yeah. Are all players. The streets of the names. Oh. You see there? Lange Zijde? Lange Zijde, yeah. The street is called Lange Zijde. The pitch. And also okay. Yeah. At least there's something. I mean, fond memories here. Hij neemt initiatief, zou hij dan? McDonald besprongen door en daar is Fandi met de kans. En het is 2-0. Het is onvoorstelbaar. Fandi Ahmed. Now it's quiet. Yeah, it's good for the better. Yeah, the new stadium is good. More people. The more for the future. Beautiful, Time flies. Time flies. Maar we gaan de deur opborgen, of niet? We gaan de deur opborgen, jongens. Goedemiddags, meneer. Hoi. Heel mooi. Kijk jongens, daar moeten we heen. Rechtsaf. Wie kan dat? Ja, we gaan gewoon rechts. Of rechtdoor. Of links. Nee, rechts. Rechts. Even langs van die jongen. Ja. Jawel. Fandi of zoiets? Fandi? Ja, Fandi. Ja, die was vroeger heel populair. Ja, weet ik, in Afrika. Hij komt uit Azië, bijna. Ja, bijna. Fantastisch. Oh, ja. Fantastisch gewoon, laat ze leven. Welkom. Thank you. This is my son. Proud that you are here. I'm very happy that. Welcome. Also this one. Yeah. Is that a little boy? This is number one. Number two. He's also a good football player. Yeah? He's better than his father. Yes. Dit is natuurlijk heel bijzonder, hè, dat hij dit ervoor over heeft om helemaal terug te keren naar zijn oude clubpie. Hè, met zijn beide zoons ook nog. Dat is gewoon geweldig. Dus ja, je ziet ook hoe supporters, hoe iedereen daarop reageert. Dat is wat mij betreft toch wel het hoogtepunt van deze open dag, moet ik je zeggen. Jongens, er staat één achterin, daar kun je wel 10 keer op toe. Ja. Ja. Ik denk met die toren zo stil stonden. Ja. Ja. Niet te geloven. Ja. Aan de bos. Een beetje achter de spits en koos in de spits. Vast onderdeel van de open dag is een wedstrijd met oud FC Groningen spelers. Dit jaar nemen ze het op tegen een team van FC Groningen supporters. Heel spektakel toen hij kwam. De kruif van het oosten. Kwikzilverachtig, goede kapbeweging allemaal. De versnelling de eerste 2-3 meters. Van mij is dat nog niet zoveel veranderd. Zijn postuur is nog bijna hetzelfde na 23 jaar, zeg ik dan maar. Maar het is gewoon een hele toffe gozer. Is het. Het grappige is dat als ik hem vandaag zie voetballen, dat is eigenlijk zoals ik me ook herinner. De bewegingen. De souplesse waar hij mee speelt, gaat allemaal wat langzamer, maar dat gaat bij iedereen allemaal wat langzamer. Maar dat herinner ik me ook van die tijd. En daarnaast, ja, zoals jullie net ook gezien hebben, zoals hij is, hè, aardig tegenover iedereen, meelevend.
ja, slimme vent, hè, dat zie je gewoon. En qua voetbal, ja, gewoon een voetballer waarvoor je naar het stadion toe gaat, vind ik. Hey, FC Groningen, heel mooi. Thank you. After 23 years, thank you very much. Thank you. Fantastic.